Dat je leven ook zomaar afgelopen kan zijn om dat ter sprake te brengen. Dood is een beetje een apart onderwerp. Dood zelf is voor mij zo'n leeg moment. Het kunstproject Louteringsgraf, dat hebben we eigenlijk bedacht om eens na te denken. Een manier te zoeken eigenlijk om studenten lichamelijk iets te laten ervaren, maar tijdens die ervaring ook ze bij zichzelf te brengen. Toen dacht ik van, waarom zou je geen graf graven, gewoon een open grot in de tuin, laat je daar een hele tijd in liggen en geef je de vraag mee van, verdenk maar eens in je leven wat de moeite waard is. En hoe leef je, welke keuzes maken, hoe sta je in je leven? Toen ik erin lag had ik het eerste idee van, is dit een graf? Je ziet zo'n lint erboven hangen en dat is een beetje een apart idee, maar dan na een tijdje dan, ja, onder de grond, zand en alles eromheen. Studenten willen heel vaak lichamelijk iets beleven. Ze springen van een brug af, 300 meter de diepte in, een touwtje om de benen voor de kick en zo. Maar als je met hen bijvoorbeeld spreekt over hoe het is om je ouders te verliezen, of als het nog dichterbij komt, vaak dat een vriend, vriendin sterft door een auto-ongeluk, te veel gedronken, door drugs of door ziekte bijvoorbeeld, dan is het vaak heel moeilijk om daarover te praten. Aan de ene kant, het is realiteit. Iedereen gaat een keer dood. Ik bedoel, je bent mens en je ontkomt er niet aan. Dus dat staat voor mij voorop. Maar ja, om erover na te denken dat het leven echt een keer ophoudt. Dat, ook al heb je hier een heel leuk leven en kun je allerlei dingen doen. En dat het ophoudt en dat daarna misschien iets anders komt. Het is toch wel, ja, apart om daarover na te denken. Ja, het houdt een keer op helaas. Kijk, er vliegen vogels voorbij. Je hoort af en toe verkeer voorbij komen. De blaadjes vallen van de bomen. En het laat je gewoon wel zien van, als jij hier afgezonderd op dit plekje ligt, dat de wereld gewoon verder draait. En dat zorgt ook wel voor het besef van, ja, de dood hoort er gewoon bij, want ja, de rest van de wereld draait wel door, ook zonder jou. Als je er eenmaal in ligt, is het niet echt een graf op de een of andere manier. Ik bedoel, je ruikt de aarde, je ziet blaadjes, je voelt de grond en het hout. Maar het is niet dat je het gevoel hebt, ja, het is niet eng of zo. Ik vind het, als je er eenmaal in ligt, is het niet vervelend. Het is alleen nieuw.